In een bepaalde ruimte van Museumpark Orientalis gebeurde iets bijzonders. Alle aanwezigen waren samengekomen om een vredesverklaring te ondertekenen. De pen is gezet op de Nijmeegse vredesverklaring, die al bestaat sinds 2014 en toen ook al was ondertekend. Dat de samenkomst en het nogmaals ondertekenen van de Nijmeegse vredesverklaring hier heeft plaatsgevonden, heeft een goede reden. De aanleiding is heel bijzonder omdat in 2014 een vredesverklaring is getekend, omdat de situatie toen in de wereld ook aanleiding gaf. Diezelfde vredesverklaring is nog even op dezelfde manier geldig. Dus we hebben dezelfde vredesverklaring opgepakt en die hebben we herbevestigd. En wat was de aanleiding om dat dan ook hier te doen? Omdat in 2014 dat ook in dit park is gebeurd. En ja, in een park waar je die vrije ruimte hebt om over religie en levensbeschouwing te mogen spreken met elkaar, in alle vrijheid, daar is daar ook de goede plek voor. Dus deze plek hebben we opnieuw gekozen om die verklaring te herbevestigen. En de ruimte waarin u zich nu bevindt, daarin representeren wij alle levensbeschouwingen die de mensen eigen zijn in onze samenleving. Met een moment en situatie als deze is het logisch dat er allerlei emoties naar boven komen. Walter weet nog goed hoe het was en ook hoe iedereen zich voelde. Iedereen is verdrietig. En natuurlijk kun je met heel veel mooie woorden verklaring afleggen, maar ten diepste zijn mensen verdrietig. En of je nou islamitisch bent, moslim bent, joods of christelijk, of helemaal op een andere manier spiritueel bent, het was ook de boeddhistische gemeenschap was hierbij aanwezig, dan gaat het in de eerste plaats om, kunnen wij een signaal uitzenden van oordeel niet te snel over opvattingen die je hebt. Laten we voorkomen dat het geweld overslaat naar onze samenleving. Zorg dat we elkaar blijven respecteren. Ook Louis de Mast was erbij, een van de initiatiefnemers van deze gebeurtenis. We hebben met elkaar de vredesverklaring voorgelezen, om toerbeurten. Dus iedereen heeft een keer een alinea voorgelezen. De beelden heb je als het goed is nu zelf ook. Iemand met een Joodse achtergrond, iemand met een islamitische achtergrond, mensen met een christelijke achtergrond. Diverse mensen hebben passages daaruit voorgelezen en daarna hebben we hem ondertekend. En daarna hebben we die vredesverklaring overhandigd aan burgemeester Bruls. En hebben we elkaar een sjaal omgehangen, want ook dat is een teken van vrede. We hebben elkaar een knuffel gegeven en daarna nog een hapje gegeten en een kopje koffie gedronken met elkaar. En afgelopen woensdag bij het ondertekenen van die vredesverklaring vond ik het ook een verrijkende bijeenkomst. Dat we met zoveel kleuren, religies, opvattingen bij elkaar konden zijn. Diversiteit kan een verrijking zijn. En het is heel pijnlijk om te zien dat op andere plekken in de wereld religie een bron is voor oorlog, geweld en elkaar pijn doen. Ik was heel blij met de opkomst. In korte tijd, in 2 dagen tijd, dat zoveel sleutelfiguren en religieuze leiders bij elkaar komen, dat zegt wat. En deze vredesverklaring mag overal gekopieerd worden, in elke stad, waar dan ook. En dat burgemeester Bruls hem zo hartelijk in ontvangst heeft genomen en heeft beloofd dat hij dit initiatief ook mede verder wil verspreiden, dat stemt me vol hoop.